De samenleving zal op een gegeven moment geconfronteerd worden met afschaffing van de subsidie op brandstof. Financieminister Armand Achaibersing zegt dat de overheid niet al te lang meer zal kunnen subsidiëren. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat de pompprijzen nu niet verhoogd zullen worden, zoals geruchten de ronde doen. De bewindslieden spraken vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. Het is aan ons. We kunnen goedkoop willen tanken en dan de begroting helemaal scheef trekken en de koers willen laten lopen en valutaschaarste creëren en misschien zelfs brandstofschaarste. Of we kunnen de juiste prijs betalen en die prijs wordt niet door Suriname bepaald, die prijs wordt internationaal bepaald. De keuze is aan ons. De regering moet zo'n besluit maken en iedere woensdag worden regeringsraadvergaderingen en het wordt dus na iedere week wordt dat gepland en we nemen ook de actualiteiten mee. Als dat is dat we een model hebben dat toegepast kan worden waarbij er een voldoende balans is tussen marktconform en beschermen van kwetsbare groepen die we vandaag kunnen hanteren, dan wordt in regeringsverband zo'n besluit genomen. Het is niet alleen des ministers economische zaken om zo'n besluit te maken, omdat dit landelijk en regeringsbreed ook gedragen moet worden. Achaibersing zegt dat er een grote schuld is bij de oliemaatschappijen en deze moet nog afgelost worden. Zolang er gesubsidieerd wordt, zal de schuld blijven oplopen met alle gevolgen van dien. Hij geeft aan dat de totale samenleving zal moeten bijdragen aan het aflossen van de schulden. Maar dat gaat weer voor andere problemen leiden. Dus laten we eens een keer beseffen dat we voor goederen en diensten de juiste prijs moeten betalen. En niet altijd afhankelijk moeten zijn van subsidie. Want subsidie legt een druk op de begroting. En dat kan negatieve impact hebben. Ik weet niet of de prijs een driver is voor mensen om te bezuinigen of meer te gaan gebruiken. Ik constateer alleen dat de verkopen van brandstof 12 miljoen liter meer is. Dat betekent dat we voor dat gedeelte meer deviezen moeten opbrengen om dat te kunnen importeren. Dus dat zijn zaken die allemaal meespelen. De minister zegt dat het brandstofverbruik de afgelopen 2 maanden is toegenomen met 12 miljoen liter. Opmerkelijk is dat minister Walden aangaf dat het bekend is dat brandstof naar onder andere Frans-Guyana wordt gesmokkeld. Het is onduidelijk of de smokkel de reden is van het verhoogde brandstofverbruik.